Een première zoals een première hoort te zijn. Met een opkomst in stijl en een groene loper. En dat voor een film gemaakt met een budget waarvoor ze in Hollywood niet eens het bed uitkomen. 15.000 euro. Het is eigenlijk niks. In filmland is het echt helemaal niks. Omdat Nederland neutraal was in de Eerste Wereldoorlog, kennen we eigenlijk geen films over die tijd. Toch hebben er Nederlanders als vrijwilliger meegevochten. Arthur Knaap, de hoofdpersoon, deed dat ook. Hij schreef brieven vanaf het front naar zijn ouders. En die brieven zijn bewaard gebleven. Hij wil graag cool zijn. Hij wil graag de mensen geruststellen. Maar tegelijkertijd laat hij weten dat hij kapot gaat. Dat hij ziek is. Dat hij mensen ziet sterven. Dat hij niet weet of hij het gaat halen. Dat vond ik enorm prikkelend. Vanwege het budget werkten veel mensen gratis mee. En al speelt de film zich af in de loopgraven van Noord-Frankrijk. Daar filmen was ook geen optie. Sterker nog, het is nog geen kilometer hier vandaan opgenomen, denk ik. Misschien bijna allemaal Den Bosch, toch? Het is bijna allemaal Den Bosch geweest en bij Sint-Michiels-Gerstel in de buurt. Daar zie je niks meer van. Nee, dat is van tevoren heel lang nadenken. Hoe kan ik het zo doen dat ik het dichtbij makkelijk kan opnemen, maar dat je er achteraf niet van ziet dat het in Den Bosch is opgenomen. En dan de eerste reacties. Voor zo'n low-budget productie zo'n film neer kunnen zetten, dat is geweldig. Al was de hele zaal wel wat bevooroordeeld. Ja, wat sprak me aan. Ik heb er aan meegewerkt, dus van alles sprak me aan. Zelf oordelen kan vanaf eind september in verschillende filmhuizen en bioscopen in het land.